voor de niet-vegetariërs en of kattenhaters onder ons. Ze verkopen hier ook assorted cat ears. We zitten in de trein. Na 5 dagen Beijing zijn we op weg naar Pingyao. Het duurt ongeveer 4,5 uur met de trein. En hij gaat zo'n 240 km per uur. Best wel hard. Nog niet eens een hele snelle trein. Maar we zijn in ieder geval 5 dagen in Beijing geweest. En nu gaan we hier zo naar Pingyao. En Pingyao is een klein, nou ja, voor Chinese begrippen niet zo heel groot plaatje. Heel pittoresk met oude straatjes en een oude stadsmuur. En daarna, dat blijft ongeveer 1,5 dag. En daarna gaan we weer met de trein. En dan gaan we naar Xi'an. Xi'an, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En Xi'an ligt hier. En dat is vooral bekend voor het terracotta leger en voor het Muslim District. Dus daar kunnen we wel een Chinese kebab eten. Dat lijkt me wel spannend, een Chinese kebab. Dus ik ben benieuwd. Dat gaan we de komende dagen doen. En eerst nog, ik denk een uurtje met de trein. Welkom in Pingyao. Een soort van, op een gigantisch plein. En het ruikt alsof het nieuwjaarsdag is, alsof er heel veel vuurwerk is afgeschoten. Dat is het station. En we gaan nu zoeken waar we dat pittoreske plaatje kunnen vinden. Want dit ziet er nog niet echt heel erg pittoresk uit. Wel vrij indrukwekkend, dat alweer wel. Dit is trouwens ook wel echt leuk in China, want je krijgt je, als je ergens gaat eten, krijg je je bestek en zo helemaal ingepakt in plastic. Want ze doen nu dus gewoon niet in afwassen, want na het eten flikkeren ze alles gewoon in een krat. En dan wordt weggebracht, wordt ergens afgewassen en dan krijgen ze alles dus weer ingepakt terug. Wel lekker hygiënisch. En ze hebben ook veel blaadjes mee, dus dat is ook wel handig. Dan kun je gewoon aanwijzen wat je wil. Ook eigenlijk wel typisch voor China dat ze hier om de 100 meter, nou in ieder geval echt superveel, gratis openbare toiletten hebben. En op zich is dat ook wel handig, want heel veel restaurantjes en eendingetjes hebben helemaal geen toiletten. Dus dat doe je dus gewoon hier bij een van de publieke dingen. Ze zijn niet altijd super schoon, maar prima te doen. We hebben net een vaas gekocht en dit zijn de mensen van ons hostel en ze hebben een soort van vertaalapparaat. En nu gaan ze vertellen wat eigenlijk in die vaas hoort. Volgens mij is het eigenlijk geen vaas, maar iets om rode wijn in te bewaren. Want dat is de lokale specialiteit. Ah, Finch is famous wine in China. Ah, dat is niet zo. Niet zo. Dit is no. In China moet je natuurlijk echt Chinese thee drinken. En we dachten we bestellen tea for two. Maar het is een heel klein potje. Maar we kregen er een hele grote thermoskan bij. En dat is ook wel nodig, want het is best wel sterke groene jasmine tea. Maar wel met verse, echt verse thee. Een beetje erin. Het is echt super lekker. Kijk dit bed. Dit is echt super groot. Ik kan echt gewoon, we kunnen hier gewoon met een hele familie slapen als we dat willen. Dus blijkbaar iets typisch voor Pingyao. Nou, dan wil ik ook een typisch Pingyao's bed thuis. Het is best wel lekker. Het is niet heel dik matras, maar het slaapt echt heel erg goed. Echt heel erg lekker. Volgens mij ga je heel vers ontbijt krijgen, of niet? Een verse wafel. Verse wafel. Dit is het mannetje van Sjoerd. Sjoerd wil alleen maar wafels van het mannetje. En nu worden ze vers gemaakt. Het is een soort van, ik weet niet, ja, een soort eierkoekachtig. Maar we denken dat het van kikkererwtenmeel of zoiets is. Of rijstmeel. Of, nou ja. Het mannetje is echt minstens 100 jaar. Zoiets heel oud. Maar die bakt ze wel met liefde.
nee, verwacht het niet. Maar Sjoerd zit aan de pita in China. China pita, of Chinese hamburger noemen ze het hier. Want in Xi'an heb je een heel grote moslimgemeenschap. En daardoor is hier dus ook nog net wat anders eten. Ik heb wel gewoon noedels, want ze hadden geen vegetarische pita broodjes helaas. En? Smaakt wel aan. Naar het terracotta leger met ik weet niet hoeveel andere Chinese toeristen. Het is weekend, maar ja, we zitten alleen maar het weekend hier, dus we moeten wel. Het is redelijk goed georganiseerd, lijkt het. Dus, maar ik denk niet dat we nog heel lang moeten wachten op de bus. Als er twee plekken zijn in China waar de meeste mensen naartoe gaan, is dat de Chinese muur en het terracotta leger. Indrukwekkend, ontdekt pas 40 jaar geleden door een boer die op zoek was naar water en per ongeluk op een soldaat stuitte. En daar bleken er wel duizenden van te liggen. Is door een keizer, King Shi Huan, zoiets. Die heeft die soldaten laten maken. En ze zeggen dat hij dat of deed om zichzelf te beschermen in het hiernamaals. Of omdat hij gewoon zijn eigen rijkdom en sterkte ook na zijn dood wilde uitbreiden. Ze zeggen dat dat laatste waar is. Maar hij heeft wel zijn best gedaan, moet ik zeggen. Want het schijnt dat iedere soldaat heeft allemaal een eigen gezicht. Dus ze zijn ook nog eens niet eens allemaal hetzelfde, maar ze zijn gewoon allemaal anders. Het is zaterdagavond en we zijn in het moslimdistrict en het is zoals je kan zien redelijk druk. Het is een beetje een multiculti wijk hier in Xi'an, want hier wonen eigenlijk alle Chinese moslims, dus je hebt heel veel Arabische invloeden en dat is best wel tof om te zien, wel apart ook wel. Maar hier moet je dus zijn voor kebab en Chinese hamburgers. We gaan omhoog naar Huashan, een of andere heilige, een van de vijf heilige bergen, geloof ik. Maar we gaan eerst met de kabelcar en dan gaan we erboven. Kan je langs vijf verschillende toppen kan je lopen. Het schijnt echt super mooi te zijn. Dan denk je, je gaat met de kabelbaan, dan moet je nog heel veel trappen op. Gaat het nog, Jan? Ja, best aan. Steltrapje. Wel mooi. Ja. Je verwacht het niet bovenop een berg. Er zitten er heel veel. Hij zit niet zo goed in de zon. Hoi! Oh, heb je honger? Ja, en
En zo eindigen we ons Pingyao Siam avontuur bij de Starbucks. Wel op het vliegveld, want we gaan ons vandaag klaarmaken voor het derde deel van onze reis. We gaan naar China's Easter Capital, naar Nanjing. Daar vliegen we vandaag naartoe. En daarna gaan we naar Paris of East, naar Shanghai. Heel veel zin in, ben heel erg benieuwd hoe dat weer zal zijn. En eerst vooral heel veel koffie, want we stonden vanochtend om 4 uur op. En het is nu 6 uur, dus koffie.